Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie weer eens mijn producten laten zien die ik heb opgemaakt. Dit zijn producten van 6 maanden, dus het is best wel weer lang geleden dat ik zo'n video heb opgenomen. Ik heb intussen tijd ook best wel wat verzameld. Dus ja, ik ga je gewoon laten zien welke producten ik de afgelopen tijd heb opgemaakt en of ik ze zou herkopen eigenlijk. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik heb opgemaakt, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin allereerst met concealers. Ik heb 2 keer de Stay All Day 16 Hour Long Lasting Concealer van Essence opgemaakt. Dit is in de kleur 10 Natural Beige. En dat zijn deze. Ik gebruik deze eigenlijk meestal. Die zit gewoon ook standaard in mijn bakje voor de make-up. En die gebruik ik altijd wel heel veel. Ik vind het altijd jammer dat je het laatste beetje er niet helemaal uitkrijgt. Maar hier zijn er 2 van opgegaan. Ja, die vind ik altijd wel heel fijn in gebruik. Dus die blijf ik altijd wel gebruiken. Dus die zijn allereerst doorheen gegaan. Gooi ze gelijk terug in de zak, want dan kan die straks weg. Dan heb ik de face wash. Daar zijn er 3 van doorheen gegaan. Dit is de face wash van het Kruidvatmerk voor de droge en gevoelige huid. Die ook verzachtend is omdat er amandelextract in zit. 3 verpakkingen dus. Ik heb deze eigenlijk heel vaak opnieuw gekocht. En sinds kort gebruik ik er eentje van de Action. Dat is van de lijn van Betty. Er zit aloe vera in. Die vind ik ook wel heel erg fijn. En die is nog net weer iets goedkoper. Dus zolang Action die houdt, zal ik die gaan kopen. Omdat, ja, je merkt toch door de inflatie dat alles wat duurder is geworden. Dus daarom kijk ik ook wel een beetje naar de prijsverhoudingen tegenwoordig. Dus ik ben dus nu wel overgestapt op een andere, maar vond deze altijd wel heel fijn. Dan heb ik een scrub opgemaakt. Deze is ook van het Kruidvatmerk. Het is de Douche Scrub Crème. Vind ik ook altijd heel fijn. Ook hier heb ik inmiddels een andere van. Ik ben nu met de laatste tube van deze bezig. En ik heb er nu ook eentje bij de Action gekocht. Vond deze altijd wel heel fijn. Maar er zitten wel hele fijne scrubdeeltjes in. Er zat wel chia butter in. Maar ik vind het toch altijd wel fijn als de scrubdeeltjes voor het lichaam iets groter zijn. Daarom vind ik het jammer dat deze hele fijne scrubdeeltjes heeft. Dan heb ik ook een scrub gel voor het gezicht. Ook van het Kruidvatmerk. Nou, ook deze heb ik inmiddels van een ander merk gekocht. Het is wel een hele fijne peeling. Hij is extra zacht met fijne scrubdeeltjes ook. Hij is geschikt voor alle huidtypes. Op zich wel een hele fijne scrub. Maar ja, onder het mom van de prijsverhoudingen heb ik nu toch een goedkoper alternatief gevonden. Dan is er een Color Protection Keratin Hair Mask doorheen gegaan. Ik koop hem altijd nog voor gekleurd haar. Ik heb deze al heel lang. Ik koop deze bij de Action. Alleen, ja, het is inmiddels 2 jaar geleden dat ik mijn haar geverfd heb. Wordt het al 3? Nee, 2 jaar bijna. Het wordt 2 jaar geleden, dus ik denk dat ik onderhand ook wel kan overstappen op een gewone zonder Color Protect. Want ik verf mijn haar niet meer. Dus ik heb het toen geverfd naar mijn eigen haarkleur. Ik heb er sindsdien niks meer aan gedaan. En je ziet gewoon eigenlijk dat dit de perfecte kleur is. Want je ziet gewoon de nieuwe haren die groeien zijn deze kleur. Dus ik vind deze haarmaskers altijd heel fijn. Maar ik denk dat ik in het vervolg toch de gewone variant zou kopen. Die ze ook gewoon hebben van deze lijn. Dan zijn er 3 potten met de Multi AZ Compleet pillen doorheen gegaan. Dat is ook best wel fors. Ja, ik gebruik altijd vitaminepillen. Hier zitten dus 24 belangrijke vitamine en mineralen in. Er zitten 60 tabletten in 1 potje. En ja, die vond ik altijd wel heel fijn. Maar ja, ook hier heb ik inmiddels weer een andere variant van gevonden. Ik heb ze nu van de Lidl en die ga ik nu proberen. En daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Maar hier zijn dus ook 3 potten van doorheen gegaan. Even kraken. Dan is er een baby shampoo doorheen gegaan. Ik gebruik altijd baby shampoo voor het wassen van mijn make-up kwasten. En dat werkt voor mij altijd heel goed. Dus ja, die gaat er niet zo heel hard doorheen. Omdat ik niet super veel gebruik. Er gaat best wel veel uit. Maar ik vind deze voor mijn kwasten heel erg fijn. En hier zit ik ook niet per se aan een merk vast. Want ik neem hem gewoon mee waar ik op dat moment ben. Dus dat is deze.
dan hebben we een tandpasta opgemaakt. Het is de Colgate Triple Action Extra White. Ik gebruik altijd een tandpasta met een whitening effect. Ik vond deze wel heel lekker fris. Ik vind het alleen heel jammer, zeg maar. Op een gegeven moment kan die dop niet meer goed dicht. Dus dan zit er nog best wel wat in je tube. Kan die dop niet meer dicht. Ben ik dezelfde aan het gebruiken. Maakt op zich niet zoveel uit. Het moet bij mij wel een merk zijn met tandpasta. En er moet een whitening effect in zitten. Zolang een tandpasta maar fris is. Want ik vind bijvoorbeeld echt de hele goedkope tandpasta's, die vind ik niet zo fris. Maar deze vond ik wel heel fijn. Dus die is ook opgegaan. Dan hebben we drie keer de shampoo van André Lon. Ik heb hier allereerst de Oil & Care. Daar heb ik er twee van. Die zijn voor droog en pluizig haar heel geschikt. Nou, daar heb ik best wel last van. Dus die gebruik ik meestal. Maar ik had ook nog eentje van de Langer Fris. Volgens mij heb ik die bij een boodschappenpakket gekregen. Die heb ik ook opgemaakt. En die vond ik ook wel heel erg lekker ruiken. Dus ja, de shampoos van André Lon gaan er ook altijd best wel doorheen. Ik heb zelfs nog twee andere shampoos opgemaakt. Maar die zul je zo wel zien. Maar die koop ik eigenlijk altijd. Shampoos van André Lon. Dan is er ook een body lotion doorgegaan. Ik heb eigenlijk altijd de Dove. Het maakt me nooit zoveel uit welke ik heb. Als het maar Dove is, want daar gaat mijn lichaam het beste op. Dit is de Pampering with Chia Butter en Vanille voor een droge huid. Die ruikt ook echt heel lekker. Deze blijft ook 48 uur lang, zeg maar, je huid zacht houden. In ieder geval dat die werkt. Ik smeer me elke dag in met body lotion. Ik verwissel dat wel met een body boters, zeg maar. Maar ik vind deze van André van Dove, sorry, gewoon echt heel erg fijn. Omdat die gewoon het beste gaan op mijn lichaam. Omdat ik gewoon merk dat ik van goedkope body lotions uitslag krijg. Dus die van Dove zijn perfect. Dan zijn er nog meer pillen opgegaan. Dit zijn de huid, haar en nagelspillen. Dit zijn de 60 tabletten en daar zijn dus drie potjes van doorheen gegaan. Die slik ik ook sinds een tijdje en dat bevalt me eigenlijk best wel goed. Je mag er hier twee per dag van hebben, maar ik doe eigenlijk gewoon altijd eentje per dag. Ik vind deze altijd wel heel fijn. Ik heb ze nu toevallig van de Ethos. Ja, het maakt niet zo heel veel uit. Ze zijn precies hetzelfde. Maar het zijn ook wel hele fijne pillen. Dus daar ben ik ook wel blij mee dat ik die gebruik. Maar die gaan er ook best wel hard doorheen. Dan zijn er weer drie flessen met mondwater doorheen gegaan. Volgens mij zijn het allemaal dezelfde. Ja, dit zijn de blauwe. Ik vind de blauwe en de groene vind ik het lekkerst, omdat die ook echt heel fris zijn. Ik vind de roze ook lekker, maar die vind ik wat minder fris. Deze zijn ook best wel heet, want er zit extra mint freshness in. En ik koop deze gewoon altijd bij de Lidl. Het is voor het merk Dentalux. En ja, ik vind deze gewoon ideaal. Lekker na het tandenpoetsen even zo'n mondwatertje. En dan heb ik echt het gevoel dat ik echt heel fris ben. Dus ja, die gebruik ik ook altijd veelvoudig. Dan is er een mascara doorheen gegaan. Dit is de Pret A Volume False Lashes Mascara van Catrice. Die black. Hele fijne mascara die ook standaard in mijn bakje ligt. Momenteel wel heel erg aan het roteren met mascara. Ik ben heel veel door elkaar aan het gebruiken. Maar deze is wel ook echt wel een van mijn favorieten. Ik weet alleen niet of die nog te koop is. Maar als die er nog is, ga ik zeker nog een nieuwe halen. Want ik vind deze echt wel heel erg fijn. Dan is er een flesje met nagellak remover doorheen gegaan. Dit is nog een hele oude van de trekpleis. Er zit geen aceton in. Ik vind deze altijd wel heel fijn. Valt niet zo heel veel over te zeggen. Nagellak remover is nagellak remover. Hij verwijdert mijn nagellak prima. De aceton is wel fijn dat hij er niet in zit. Dat is net wat beter. Maar dit koop ik ook net waar ik ben. Daar ben ik niet zo merkgebonden aan. Dan zijn er weer drie flessen met mijn favoriete scheerschuim doorheen gegaan. Dit is de Shaving Sensitive met Aloe Vera. Van Shen koop ik ook altijd bij de Lidl. Hier is het dopje van kwijt. Maakt niet uit. Hij is op. En ja, die vind ik altijd wel heel fijn. Ik ben altijd wel meer van de mousse. Ik vind, of gel. Omdat die gewoon lekker tot mousse wordt. Ik vind mousse zelf gewoon alleen mousse niet zo fijn. En de gel in combinatie vind ik wel heel fijn. Dus die zijn ook weer flink er doorheen gegaan.
Dan hebben we hier 3 deodoranten van Rexona. Mijn favoriet, de Maximum Protection. Er loopt hier iets over mijn been. Een beetje water. Ik heb altijd de Rexona. Ik heb hier toevallig 3 verschillende. Dit was de Stress Control. Vond ik op zich wel een fijne. Dit zijn de enige deodorants die mij droog houden. Dan heb ik ook de Sport Strains. Die vond ik ook altijd wel heel fijn. Maar ik heb tegenwoordig een andere favoriet. Het is namelijk de Clean Scent. Want die vind ik nog frisser. Dus ik heb tegenwoordig nu deze. Ze zijn helaas altijd wel heel duur. Maar dit zijn wel de enige deodorants waarvan ik mij een beetje veilig kan banen. Omdat ik moet gaan ruiken. Dan hebben we ook nog een aantal conditioners. Ik heb hier allereerst de Special Oil and Care. Die is voor droge pluizig haar. Die vind ik heel fijn. Daar heb ik er dan 2 van die ervan op zijn gegaan. Maar toenertijd hadden ze niet altijd deze. En toen moest ik het toch hebben. Toen heb ik ook gekozen voor een andere variant. En dat was dan de Keratin Repair. Die vond ik ook wel fijn op zich. En dat zijn dan deze. Dus hele fijne conditioners zijn dit gewoon. Ook is mijn favoriete douchegel opgegaan. Het is de Refreshing douchegel van Dove met cucumber en green tea. Ik vind deze altijd heel erg lekker fris. Die gebruik ik ook al heel lang. Ik merk wel dat hij wat moeilijker te koop is. Ik heb het idee dat hij eruit gaat. Want ik kan hem bijna niet meer vinden. Maar dit is altijd wel een van mijn favorieten geweest. En ik vind hem nog steeds heel erg lekker. Maar ja, mocht ik hem echt niet meer kunnen kopen, zal ik een andere geur van Dove moeten gaan aanschaffen. Maar ja, deze is echt altijd wel favoriet. En vind ik altijd heel fijn om te gebruiken. Dan is er ook nog een shampoo doorheen gegaan van Elvive. Ik heb deze heel lang gebruikt. En ik had toen ook zoiets, ik wil eigenlijk alles een beetje opmaken. Toen kwam ik deze nog tegen en toen heb ik die gewoon gepakt. Vond ik ook een hele fijne shampoo. Heel lekkere geur zit eraan. Deze is meer om je haar te repareren. Hier zat calendula in en keramide. Vond ik ook wel een hele fijne shampoo hoor. Maar deze kostte gewoon normaal ook best wel veel. En ik probeer mijn shampoos ook altijd wel bij een Action of zo te halen. Maar deze vind ik ook echt wel heel erg fijn. En ik had nog een hele oude staan. Dit is de Crystal Shine Shampoo. Een Glamour Hoogglans met Million Reflexes. Die heb ik ooit eens een keer uit een boodschappenpakket gehaald. Dit was de Essence Ultime with Luxurious Pearl Essence. En deze vond ik ook wel heel fijn. Had een hele lekkere geur. Maar voor mijn haar is het toch wel beter als er iets van arganolie in zit. Omdat ik gewoon merk dat het pluizen anders te erg is. En het laatste wat er doorheen is gegaan is een Long-Lasting Eye Pencil van Essence. Het zijn mijn favoriete potloodjes. Ik heb ze altijd in de kleur zwart. En wat ik heel fijn vind aan deze, die hebben dus zo'n draaimechanisme. Die hoef je dus niet te slijpen. Hij is nu natuurlijk helemaal op, dus er komt niks meer uit. Maar dit zijn wel echt mijn favoriete potloden op het gebied van make-up. Dus die gebruik ik echt altijd. Dan waren dit al mijn producten die er de afgelopen maanden doorheen zijn gegaan. Het valt me eerlijk gezegd nog wel mee wat er allemaal in zat. Het had natuurlijk meer kunnen zijn, maar op zich vind ik het niet. Ja, ik denk voor 6 maanden dat het wel netjes is. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie een product hebben wat er veelvoudig doorheen gaat. Of dat jullie favoriete producten hebben die je blijft kopen. Ik merk wel dat ik gewoon wat dat betreft altijd bepaalde dingen blijf ik wel herkopen. En sommige dingen maakt het me ook niet uit. Al is het van bijvoorbeeld een ander merkje of zo. Het is maar net gewoon eventjes op dat moment ook waar ik ben. En als ik het nodig heb waar ik het mee kan nemen. Want ja, dat merk ik soms wel. Maar ik merk inderdaad wel dat ik meer dingen bij de Action koop. Omdat ik gewoon echt het prijsverschil wel merk. Maar goed, dat is denk ik een persoonlijke keuze. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. En daarna staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je die mail zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!